is bij de oudste basisschool van Almere. Dan hebben we het natuurlijk over Yannick. Yannick, jij bent bij de Ark, hè? Hi Marco en Arnoud. Ja, ik sta inderdaad bij de Ark. En ze hebben net een feestje gevierd. De confetti ligt nog op het plein. Wij zo meteen kijken, we een beetje die kant op. Daar waait nu alle confetti op. Want de Ark bestaat 45 jaar. En daarmee is het de oudste basisschool van Almere. Niet de eerste, we hebben het even opgezocht. Maar ik sta hier bij Cheshin Kuiper, de directrice van de school. Hallo. Welkom. Dank. Leuk dat we hier welkom zijn. Ja. Jullie zijn vroeg begonnen met een feestje vieren, hè? Ja, vanmorgen om 7:15 waren alle ouders en kinderen al op het schoolplein. Want dan gaan normaal ook de deuren open. En toen hebben we een cadeautje uitgepakt op het schoolplein. Wat voor een cadeautje? Er stond een grote bus als een cadeau. En die ging open en er kwam een confetti uit en heel veel muziek en een saxofonist. En we hebben gewoon een geweldig leuk feest op het schoolplein gehad. Dus... Om 7:15? Ja. Maar daarna moesten de kinderen wel weer... De school in, de schoolbank in. Ja, een kwartier hebben we echt een feestje gebouwd. En daarna zijn de kinderen met een juf of meester weer de school ingelopen. En is de schooldag begonnen. Nou, oké. Okay. En dan heb je zo'n eerste schooldag. Hoe is dat voor de kinderen? Ja, is heel spannend. Vanmorgen zag je ook best wel kinderen een beetje met spanning het schoolplein opkomen. En dan staat er zo'n bus en vieren we een feestje. Dat vinden ze ook nog een beetje spannend. Maar daarna is het ijs gebroken en vinden ze het heerlijk om school te zijn. Ja, ik ben de school even doorgelopen en je ziet gewoon alle kinderen weer blij. En de leerkrachten zijn blij dat ze de kinderen weer zien. En hoeveel kinderen hebben jullie op de school? We starten nu met ongeveer 165 leerlingen en het loopt weer op tot 180 gemiddeld. En het loopt op, dus het loopt nooit af dat kinderen weggaan? Ja, tuurlijk. Voor de zomer gaan er altijd heel veel kinderen weg. Ja. En na de zomer starten we altijd minder leerlingen en in de loop van het jaar komen er weer leerlingen bij. En die komen van andere plekken, andere scholen? Ja, gewoon vierjarig. Hè? Als je 4 wordt, mag je naar school. Dus dan komen ze ook weer erbij. En kinderen, ja, die verhuizen. Die komen er ook bij. Ja. Dat heb je vaak natuurlijk. Ja. Ja. Hey, en dan hebben jullie een team met leraren. Veel mannelijke leraren ook erbij? Ja. Nou, we hebben in ieder geval 3 mannelijke leraren. En daar zijn we heel blij mee. Ja? Ja. Dus we hebben een mixteam. Ouderen, zeer ervaren. En leerkrachten die wat minder ervaring hebben, maar die zeer gedreven zijn. Dus we hebben echt een heel mooi, stabiel, leuk team. Goede sfeer. En we staan hier dus in Almere. En dat is dan de oudste basisschool van Almere. Ja. 45 jaar. Zaten jullie ook al op deze plek hier bij Almere Haven? Nee. De school is ongeveer 45 jaar begonnen op 1 gebouw. En dat was de Bijenkorf. Een basisschool hier op de Werven. Die is volgens mij in 1993 afgebrand. Helaas. En toen was de Ark helemaal de oudste school eigenlijk. En een jaar later, in 1977, is dit gebouw gekomen. Dus in 1976 begonnen en in 1977 kwam dit gebouw. En het oude merkje, ik zal even de camera naartoe wijzen, die staat wel nog, hangt toch op het gebouw. Het ziet er wel mooi uit. Ik zal heel even de camera die kant op draaien. Als je meekijkt, dan kan je het ook zien. En het is het wat oudere merk van de Ark. Nu hebben jullie een nieuw merk en een nieuwe vlag laten maken ook, hè? Laat eens even zien, want hij is speciaal voor het jubileum gemaakt. Ja, het logo is 2 jaar geleden al geïntroduceerd. Maar de vlag en de vlag aan de grote mast, die hebben we speciaal voor het jubileum laten maken. Want ja, weet je, bij een feestje horen vlaggen. Dus je moet het laten zien, hè, iedereen. Ja, jullie zijn wel trots erop, hè, dat jullie het zo lang volhouden. Ja, maar het is ook leuk. En het is de leukste school van Almere natuurlijk. En waarom? Ik denk omdat wij gewoon kinderen hebben uit... die een afspiegeling zijn van Almere. Dus we hebben gewoon een hele leuke, breed publiek. Leuke school. En dat maakt het heel leuk. Leuke kinderen hebben we gewoon. Aankomend jaar, zijn er nog plannen? Hebben jullie nog leuke dingen staan? Wat is het idee? Ja, een jubileum moet je vieren. Je moet eigenlijk alles vieren wat leuk is. Dus we hebben 8 september hebben wij een feest met de leerlingen op school. En de inhoud mag ik nog niet verklappen. Zeker? Helemaal niks. We hopen die dag af te sluiten, en zodat de ouders er ook op het schoolplein bij kunnen zijn. Dus we willen 8 september wel heel mooi weer hebben. Kijk, en hebben de kinderen de coronaperiode goed doorstaan? Ja. Ja? Ja, het is natuurlijk altijd een beetje spannend geweest, maar daar had elke school last van. Dus, maar we zijn gewoon gezond begonnen vandaag. Geen zieke leraren ook? Nee, iedereen kerngezond. Iedereen kerngezond, ja. Kijk eens aan. Nou, Marco en Arnoud, wij blijven nog even een feestje vieren hier bij de Ark. 45-jarig jubileum en een jaar lang gaan ze dat feestje doorvieren. Dus als je als kind op deze school terechtkomt, dan is het een warm bad. Ja. Yannick van der Wouw, dankjewel.